Hoi meneer, u serveert frietjes en u heeft een rode baard. Nou, wat wil je nog meer, toch? Ja, dat vonden ze hier ook toen ik hier vorig jaar voor het eerst kwam. Breda Nu. Je weet het meteen. Roodhagen uit heel de wereld komen naar ons mooie Breda voor de Red Hat Days. Het is al lekker druk aan het worden. Wij gaan even kijken wat er allemaal te doen is en hoe de sfeer is. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Jullie zitten hier lekker in de mooie flamingo frietjes te eten. Is het leuk hier op de Red Hat Days? Waarom vind je het zo leuk? Omdat er zijn sommige leuke dingen te doen. Wat zijn jullie allemaal van elkaar? Nichtjes. En zusjes. Zusjes. En zusjes. Nichtjes en zusjes. Ja. En wie zijn de zusjes? Ik ben DM. Dames, jullie zijn vrijwilligers hier. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Is dit jullie eerste jaar of doen jullie het al vaker? Dit is mijn eerste jaar als vrijwilliger. En ik ben al vier jaar nou gekomen. Dus... Wat is de reden dat je vrijwilliger bent geworden? Omdat het dit jaar eventueel niet door zou gaan. En toen dacht ik van ja, extra handjes kunnen alles natuurlijk wel gebruiken. Dus here I am. En voor jullie dames? Voor mij is het al mijn zesde jaar in de organisatie. Dus ik heb het evenement steeds meer zien groeien en zien veranderen. Dus, en dit jaar vrij last minute toch besloten om toch te helpen. Dus, En die groei, hoe zou je die omschrijven? Die groei die heeft heel veel te maken met mond-op-mond reclame. Mensen komen en die horen ervan. En ieder jaar weer zijn er heel veel mensen die er voor het eerst zijn. En dat zorgt voor een groei die veel verder gaat dan één keer een jaar komen. En mensen vertellen het verder en het komt weer. En het komt in het gaat zo leven onder de mensen zelf. Heb je er ooit al van gehoord? En dan komen de mensen voor het eerst. Ja, ik heb van iemand anders weer gehoord. Dus dat is heel, heel tof. Ja. Hoi meneer, u serveert frietjes en u heeft een rode baard. Nou, wat wil je nog meer, toch? Ja, dat vonden ze hier ook toen ik hier vorig jaar voor het eerst kwam. Is dat ook de reden waarom u vaker bent gevraagd? Weet ik niet. Ik hoop dat mijn eten net zo lekker is. Ik heb eigenlijk dat het meer betekent. Is this the first time you visit Red Hat Days in Breda? No, we were here last year and we stayed at the campsite. It was really fun too. What makes this campsite so fun? Because they all have the same passion about being a Red Hat and they all come together. It's like you feel in a family, although you don't know the people. Where are you from? Illinois, United States. Wow. Yeah. Is this your first time in Breda? We were here over the summer for a few weeks and then we were house hunting and then we came for 4 months. We'll be here until December. Breda Nu. Je weet het meteen.